Jongens, ja, ik ben Wouter van Autoblog. Jullie hebben waarschijnlijk al wel gezien waar ik in zit. Maar naast wie zit ik? Ik ben Sander. Ja, en we zitten in de GTR. En zoals het vaker gaat met GTR, niet helemaal meer zoals die ooit de fabriek uitgerold is, hè? Nou, hij is ietsje opgevoerd. Vergeleken met het origineel vermogen van 485, zitten we nu op ongeveer 1400. Je dacht, ja, waarom ook niet? Gewoon meteen volle pollen of zo. Nou, ik heb hem gekocht met 800. Ja. En dat viel toch wel een klein beetje tegen op een gegeven moment. Maar de eerste keren toch niet, of wel? Nee, de eerste keren, ja. dan heb je wel steeds een volle broek. Ja. Dus het gaat er nu eigenlijk niet meer om hoe hard je kan, maar hoe hard je durft. Ja, dat is wel grappig natuurlijk, met dat soort vermogens. Dat is echt wel, je gaat er gewoon allerlei grenzen voorbij van alles. Ja, nou ja, het is meestal wel leuk als je een Ferrari of een Lamborghini tegenkomt. Ja. Dat je al van tevoren weet dat je sneller bent. Ja. Ik kan ook nog redelijk normaal mee rijden. Ja. Hij is wel een beetje bokkig, zeg maar. Een beetje. Ja, dat is omdat je niet genoeg gas geeft. Ik wist dat deze opmerking zou komen. Dat is natuurlijk wel met, ja, zeg maar, auto's met echt extreem vermogen. Heb je dat natuurlijk wel vaker? Dat hij, ja, eigenlijk rijdt hij het best als je gewoon gas geeft. Ja, als je gewoon doorrijdt. Ja. Ja. Het is ook niet echt een stadsauto om parade rondjes te rijden. Nee. Dat doe je ook niet, denk ik dan. Nee, ja, ik rijd wel eens op de meent, maar dan ga ik echt de stad in. Dat kan niet meer, hè, op de meent. We mogen niet meer met onze auto's de meent op. Dan komt Carspot op Nederland achter me aan. Je koopt een GTR die al een beetje geholpen was. Wist je van tevoren van, nou, ik ga gewoon hier straks all-out? Of gebeurt dat gewoon? Nee, ja, deze GTR die is uit 2009. Yeah. Het is een van de eerst geleverde in Nederland. Even opletten. ik bouw het op, hè? Dus ik bouw het op. Dus op een gegeven moment was een bekende van mij die was voor zichzelf een garagebedrijf begonnen. Yeah. En toen hebben we eigenlijk in overleg gezegd van, nou joh, we gaan hem een beetje opkrikken. Yeah. Zit je er wel eens vaker naast? Nee, nee. Dat is de tweede keer. Ik kan jou echt bang maken. Jij kan mij ook bang maken. Het is wel zo'n auto. Volgens mij hebben we nog niet meer dan 40% gas gegeven. Dus dat is wel weer grappig. Geeft het een beetje aan. Dit is echt heftig. Wat ook wel weer leuk is. Nou, ik snap wel wat je bedoelt. Dat je zegt, ja, je kan heel hard, maar je durft het niet altijd te doen. En dat kan ook niet echt altijd. Nee, ja, op de snelweg kan het wel. Alleen als je dan een viaduct hebt en je komt met 200 plus aan, dan is dat altijd wel uitdagend. Kan je het nummer van Rick van Stippert geven? Ja. Die weet er alles van. Ja. Hij die geen 100, hè? Ja, maar dat is een Lambo, hè? Die zijn gemaakt van parade rondjes. Ja, ja. Oh. Daarvoor zie je ze ook nooit op het circuit. Nee. Nou ja, je hebt zo'n super trofee. Ze noemen wel eens wat op het circuit, maar nee, ik snap je. Ik heb toen in die Huracan GTO gereden, maar dat vond ik van binnen maar een kippel. Zit je met je benen in je nek. Ja, het is heel klein. Dat is echt wel jammer. En wat bizar is, Audi R8 is natuurlijk een gedeelde platform. En die is veel ruimer. Ja, die is wel ruimer, ja. Jongens, je weet in principe wel hoe het moet. Heb je wel eens in een auto gereden met zoveel vermogen? Vast wel, maar... Ja, de piek ligt nu op 1914 pk. Maar dat is elektrisch, dus dat is anders. Dit is wel weer... Ja, dit vind ik, wat hier mooi in is, wat ik net zei, van joh, hij bokt een beetje en zegt, hij moet meer gas geven. Dan weet ik ook dat het zo is met, zeg maar, de heftige auto's. Je gewoon echt wel, ja, ze beginnen het pas leuk te vinden als je een beetje gas geeft. En dan draait hij goed. Maar je hebt natuurlijk nu continu lekker de benzinedamp, denk ik. Ja. Dat is eigenlijk teken al dat je te weinig gas geeft. Ja. Maar dat is ook, ja,
Weet je, ik rijd nu in jouw auto en ik ken hem niet. Dus ik bouw het op. Maar ik snap wel, het is wel een soort auto waar je eigenlijk, ja, vol gas. Ja, ja, als je durft. Nee, ik doe rustig aan. Maar ik sta dus nu in een Tune met slechts 900 pk. Ja, even kijken hoor. Ja. Hij staat nu op vol vermogen. Oké. Okay. We hadden het advies twee handen aan het sturen. Ik hou hem vast. Ja, dude, is die dan... Ja, hij staat nou op volle turbodruk. En als je nu zeg maar 100, 200 wil doen, dan heb je bij 120, 130, 140 blijf je wielspin houden. Bizar. Oh. Vind je het niet eng dan soms? Of, ja, of soms, is dat wel leuk? Soms. Nou ja, je bent er dan. En die computer die zorgt wel dat die recht blijft. Maar ja, het is maar goed dat we in Mexico rijden. Zeker, ik moet even de camera weer een beetje helpen. Die... Niet vaak dat die vanzelf wil. Gedaan. Ja. 0200 zat ik op 11 seconden. 0200 11 seconden. Ja. Maar dat is eigenlijk nog een beetje tractie gelimiteerd dan bijna. Ja, omdat je van 0 naar 100 heb je eigenlijk te weinig grip om hem echt goed weg te zetten. Ja. Ja. Maar ja, daar hebben we natuurlijk de Maasvlakte voor. Ja. Ja, want dit is natuurlijk niet je dagelijkse auto. Nee, nee, nee. Dus hier rij je gewoon de lollige ritjes mee. Mooi weer naar buiten. Ja, yeah. Er zit semi-sliks onder. Yeah. Dus als het regent, ja, dan heb je eigenlijk niks op de weg te zoeken. Nee. Nee, en ik vind semi-sliks ook als het maar ietsjes koud is, ook wel echt. Ja, ze, je, dat werkt gewoon zo slecht dan of zo. Duurt wel even voordat ze warm zijn. Yeah. Dit is wel het soort auto waarbij je dat dan toch wil. Hey, wat, we weten dat een GTR is goed te tunen. Ja. Hè? Maar deze begon met 4... Dit is 4... 485. 485, hè? Was de eerste... Ja. De eerste, ja, dat was de eerste, echt de eerste GTR's die hadden dat. Wat is er allemaal gebeurd om dan daarop te krijgen? Nou ja, het is een waslijst van ongeveer 3 A4'tjes vol. Dus het enige wat nog standaard is, is het blok. Ja. Tenminste, de behuizing. En de rest is allemaal aangepast. Het winkel heeft. Ik krijg gewoon weer bij het verkeerslicht. En je voelt wel alle kanten. Man. En het blok is gebouwd dat het plus-minus 1600-1700 pk aan kan. Ja. Ja, en de versnellingsbak die zit ook ongeveer op dat vermogen qua wat die aan kan. Ja. En dan het aantal newtonmeters zit rond de 1400. Ja. Waanzinnig. Dus het is wel een beetje een bandenverlikte. Ja, hoe lang doe je ermee met een bandje? Max 10.000 kilometer denk ik. Dat gaat nog. Ja, maar dan doe je nog wel redelijk normaal. Ja, ja, oké. Okay. Ja, hoe vaak geef jij vol gas zeg maar in die 1400 pk modus? Of is dat echt gewoon een... Ja. Nou ja, 1400, dan moet je de ethanol in gooien. Ja, oké. Okay. Dus hoeveel dat, heeft hij nu dan? Als we nu, Hij staat nu vol, dus dat is rond de 1150. Oké. Okay. Ja, je voelt het gewoon. En dan is nog steeds niet vol gas. Ik zal je zeggen. Ik reed 3 weken geleden in een Rimac Nevera. Dus dat is 1914 pk. Veel zwaarder dan dit. En natuurlijk elektrisch, vierwielaandrijving ook. Nee. Dit is veel heftiger. Ja, het is echt ook meer beleving qua geluid. Ook gewoon wat die. En dat dit eigenlijk. Dat dit niet. Weet je, dat hij toch wel vaak niet helemaal kwijt kan ofzo. Dat is toch ook wel. Spectaculair. En die man, jij hebt geen saai leven. Nou ja, nou, de rest wel, maar hoe zou jij dat nou zeggen? Als mijn vriendin naast me zit, dan mag er niks. Nee, maar sorry. Hey, hoe heet je vriendin? Puk. Puk? Snap het. Ja. Laat het hem ook gewoon nemen. Ik snap het. Ik denk dat als ik ernaast zit, dan kan ik zo denken. Dat is wel. Maar ja, die vindt
dag. Ja. Het is alleen vervelend als ze bij in de straat foto's maken en je adres erbij zetten. Ja, ja, ja. Dus als, ja, jongens, als je een keer een TikTok filmpje maakt, ja, geen adres. Nee, nee, dat wil je natuurlijk niet voor iedereen. Maar die Rimac heb je ook in Nederland gereden? Ja, ja, ja. En dat was dezelfde soort omstandigheden en ook wel eigen launch control kunnen doen en zo. En dat is echt heel snel. Ja. Maar dit is gewoon heftiger. Als ik van, ik ben een paar maatjes van mij dan, heel af en toe op zondagochtend
toch zo, dan zelf een rondje, weet je, en dan is het ook allemaal sneller. Ben je met vier auto's en dan is het prima. Dus heb je niet het gevoel dat je echt in een club rijdt. Maar af en toe gewoon zelf een rondje rijden. Ja, wel, maar ja, je vriendin wil niet mee, dus dat is wel belangrijk. Nee, nee, nee. Ik ga eens even mijn camera weer. Dat is ook wel zo rustig, hè? Als je mee wil. Ja. Laat het er niet op. Dit doen jullie er wel uitknippen, hoor. Ja, nee, dit is te los. Los naar me toe. Nee hoor. Ja, je hebt natuurlijk met GTA's ook vaak dat ze vlammen schieten en dergelijke. Ja. Maar ja, dat zit hier niet meer op. Nee. Wel gehad? Ja. Nee. Maar? Nou ja, ik wilde het erop hebben, alleen de monteur die zei, nou ga ik gewoon niet doen. Nee? Ik zeg, ja, maar het is mijn auto. En hij zegt, ja, maar het is mijn blok. Nee. Ik heb het gebouwd. Nee. Daar kwam het een beetje op neer. Nee. Dus je hebt, als je doorschakelt en je hoort die klap, dan komen er wel steekvlammen uit. Ja. Maar niet dat je uit stilstand gaat reffen en vlammen. Nee. Ja, ik moet zeggen, dat is nooit mijn ding. Kijk, wat ik het mooiste vind, al het klinken bij een motor, weet je, als hij gewoon een beetje belast wordt en dan door de toeren, dan hoor je hem werken en zo en reffen, ja. Ja, oké, hij draait de toeren, leuk, maar... een beetje, bedoel, nu rijden we, dit is niet het meest ideale rondje om met deze auto uit te laten, maar kan je in Nederland wel een beetje van dit vermogen genieten? Ja, ja. Ja? S'nachts. Ik ben ook overdag, maar dan in het weekend, ik weet wel wat de route is. Ja, ja. Maar ja, die zal ik niet verklappen, anders nee. Staan ze weer met de pistool uit. Ja. Ik bedoel, ben je wel staande gehouden door politie en dat je ja, twee keer. Of drie keer. Ja, dit is... Wat een ding. En ondertussen nog steeds ruzie met de camera. Maar dan plak ik weer even vast. Maar joh, het is een beetje ruw allemaal, maar dat past wel bij de auto. Ja, maar dit is natuurlijk wel echt zoveel potentie dat je natuurlijk... Ik merkte ook net als snelweg dat ik naar voor mijn gevoel rijd, ik krijg 120. Dus alleen jammer dat ik aan het andere verkeer op was, dat het niet zo is. Dus ik twee vingers in zijn neus, 200 waarschijnlijk. Ja, nou ja, het is wel leuk, maar hij kwam natuurlijk 2008, 2009 uit. Ja. En dan zag je natuurlijk al die foto's en filmpjes en plaatjes. En toen dacht ik al echt van zo'n ding moet ik echt hebben. Ja, is gelukt. En dan hebben we wel redelijk wat sportauto's gereden en gehad, ja. Maar dat was het allemaal net niet. Tenminste, het was het wel, maar... Ja, maar jij bent extreme powerfreak of wat? Ja. Nou, ik deed vroeger altijd motorrijden. Ja. Alleen daar ben ik op een gegeven moment voor mijn eigen veiligheid mee gestopt. Ja, ik ben nooit begonnen vanwege die reden. Het lijkt me heel tof en ja... Je had natuurlijk afgelopen weekend weer dat er een meisje of een vrouw weer aan was gereden op de snelweg. Ja, ik zag het inderdaad. Je bent zo kwetsbaar. Als wij nu worden aangereden, dan staan we te janken omdat de auto kapot is. En daarna denk je, oké, ga naar huis. Ja, of je moet je op laten halen of ik breng je weg. Maar weet je hoe niet, dat is gewoon anders. Ja, snap ik. Heb
je nog een droom? Gaat er nog eens een keer wat anders komen aan de auto? Of is dit wel, ja, dit is moeilijk te overtreffen? Ja, ja, ik ben wel redelijk autofiel, dus ja. Ik zit wel altijd te kijken, maar ja. Ik vind het voorlopig wel even goed zo. Ja, dat is lastig, hè? Ik had ook altijd als droom een Lamborghini, maar ja, daar heb ik nou een paar keer in gereden, verschillende modellen. En dat is wel leuk, maar ik weet niet, ik vind ze toch een beetje te klein van binnen. Yeah. Ik zou een R8 V10 Performance Cabrio Spider wel heel gaaf vinden. Ja, yeah. Yeah. Maar dan doe je een flinke stap terug qua vermogen. Ja, maar ja, dat misschien ook wel eens goed voor je rijbewijs. Ben je hem al een keer kwijt geweest of dan nog niet? Eén keer. Eén keer, oké. Okay. Aftikken dat ik niet nog een keer. Maar dat is lang geleden. Ja, maar ik heb deze auto. Man. Ah. Jee. Dan wil je ruzie maken met iedereen of niet? Want dan gaan we dan even stilzetten. Dan moet je eigenlijk alleen maar gauw niet de rem intrappen. Ja. Alleen gas geven. Ik zie ook gewoon alles trillen, zeg maar. Beetje ruzie met twee keer dan. Hij kijkt al boos. Ja, zijn ze wel gewend. Dankjewel, man. Ja, wat geweldig. Ik heb... Je hebt inderdaad zweethanden. Ja. Jongens, even serieus. Dit qua auto... Dit is wel gewoon extra level. En ik bedoel, ik zei het echt niet om jou te vleien over die rematch. Mm-hmm. Maar dit is echt spannender. En dat komt, denk ik, ook door elektrisch stuk, zeg maar, heel geleidelijk, mooi gedoseerd en zo. En hier, je voelt die turbo erin komen. En je denkt, ah, ik voel het allemaal al een beetje licht worden. Dit is, ja, het is gewoon anders. Ah, ja, en dan benzine geur, geluid, ja. Weet je wel. Ja, en ik denk, ja, je bent best sterk. Als er iets gebeurt, dan sla je hem op een mijl. Dat zal wel even. Maar dankjewel voor deze rit. URL Honda kan je opgeven. Ja, we zoeken natuurlijk naar auto's met nog meer parkaat. Nee, ja, dat hoeft niet. Maar dit is, ja, man. Mm-hmm. Dit is Wouter die onder de indruk was. Ja, leuk. Ja.